Ik zit hier met Audrey van Weerdenburg van Asus. En ze heeft iets meegenomen. Een all-in-one. Een desktop all-in-one. Ik kan me bijna geen meer boring product bedenken dan gewoon een desktop die je nog in je huis wil hebben. Want we hebben hier gewoon een all-in-one een Windows 8 PC. Nou, dat zou je op het eerste gezicht wel zeggen. 8 april ben ik naar wel een hele mooie touch all-in-one, maar het gaat verder. Ik zal het even laten zien. Het mooie komt, het is niet zomaar een all-in-one. Het is een transformer all-in-one. Ja, een transformer all-in-one, dus hij kan veranderen, ja. Dus ik kan hem hier afstand, ik kan hem gewoon eruit tillen. Eens even kijken, hij kan zelfs video doen. Dus dat is even, ik zet hem er even uit. Oeps. Ja. Dus ik heb hier weer gewoon een mooie Windows PC die weer Precies hetzelfde kan. Ja, je zou zoals op het eerste oog zeggen misschien een hele grote Windows 8 tablet. Nou, is mooi. Hij is afneembaar, dus je kunt er in ieder geval mee rondlopen. Inderdaad. Dat vind ik wel wat, ja. Het heeft een aardig bereik. Je kan op remote desktop werkt het dan eigenlijk door je hele huis heen werken. Oké, dus ik werk nu eigenlijk niet op dit ding, maar ik werk op dit ding. Inderdaad, alle hardware voor... Even wachten op de microfoon. alle hardware voor de Windows 8, die zit hier in het basisstation. Mm-hmm. En daardoor kun je eigenlijk via remote desktop door je gehele huis gewoon werken op Windows 8 met de kracht van een volledige. Prima, oké. Een draagbare PC. Dus een draagbare PC, inderdaad. Een tablet. Is er nog iets anders aan? Jazeker, dat is misschien wel de grootste verrassing. Er zit aan de zijkant een blauw knopje en zo zit je ineens van Windows 8... in Android. Kijk eens aan. Oké, nog een innovatie. Dus ik kan hier inderdaad gewoon op Windows, ik kan hier op Android werken. En ook dit ding werkt dus ook gewoon op alle Android apps die werken hierop. Ja, dit is gewoon een volledige versie van Android, maar dan op een 18-inch scherm. Dat is inderdaad echt leuk. Eens even zien van, ik wil een toetsenbord hebben. Wat is dat ding nou weer? Gaat weer mis. Sorry. Hallo. Ik